Ondertussen zien we dat er ook een veiligheidsstraal al klaargelegd wordt. Dus niets is te gek waar van. De twee jongens die de brand aan het stoken zijn, die hebben ook gewoon een volledig brandweer er nu aan. Wat goed beschermd tegen de hitte. Uitstappen. Ze gaan eerst eens even kijken wat hebben we nu aan de hand. Wat hebben we daar dan ook geen last van de rook en geen last van CO-dampen en andere dingen. Kijk nog als de blussen. Wat je wel gaat merken dadelijk is als ze gaan blussen dat de rookgassen natuurlijk wat kouder worden en wat lager blijven hangen, waardoor wij er misschien iets meer last van hebben. Onderdekking van het scherm om de hitte weg te nemen van het slachtoffer. Wordt het slachtoffer weggehaald. De slachtoffer wordt in veiligheid gebracht. Niet zo heftig woord. Ja, er zit natuurlijk ook waterdamp bij, waterverdamp. Elke liter water wordt bij 100 graden 1800 liter stroom. Dat is straks ook al even vertaald bij de frituurbrand. En het moet ergens naartoe. Je ziet dat mensen op veilige afstand proberen om de lengte van het waterwerpen zeg maar, te gebruiken om op een veilige afstand de blussing in te kunnen zetten. Kijk eens. Zo. Hier zo, daar tegen. Zo ja.
het motto, doe dit thuis niet na. Klein beetje water, dus zeg maar een koffiekopje water. En nu even recht op een nieuwe. Stel voor dat jullie het bekertje water erin gooit. En we stoten nog even op extra op. Thank you.